En de toilettengroep bij de rotonde van de Weidenbosbrug is gerehabiliteerd en opgeleverd. Henk Herrenberg, voorzitter van de commissie Herdenking Nationale Feestdagen, heeft na de oplevering de toiletten overgedragen. Henk Herrenberg, voorzitter van de commissie Herdenking Nationale Feestdagen, heeft na de oplevering de toiletten overgedragen aan de districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, Mike Nerkust. De burgervader moet nu alleen erop toezien dat de toiletten worden onderhouden. Ik denk dat, ik heb gehoord de president altijd zegt, dat om je van biertype wel lief. Maar dit is een schande. Dat we 6 jaar lang zo onze sanitaire faciliteit hebben. Maar ik ga niet uitweiden over de geschiedenis. Nee, we gaan ja. Verder. Ik ben blij dat er aan staat. Als we een voorbeeld doen. Meneer Herrenberg, u heeft de overdracht gedaan aan de DC vandaag. Wat betekent dit voor het land Suriname? Dat we een toilettengroep rijker zijn en dat we niet meer hoeven wild te prassen en onze plas moeten inhouden. Want aan elkaar dat zoveel jaren men dit ding hier heeft. Er komen Fransen hier, toeristen, en wij zelf. Maar ik denk dat we meer burgerschapszin moeten tonen om dit soort dingen te doen. En DC zegt dat hij gaat meer van die dingen zetten. Nerkus beloofde op korte termijn ervoor te zorgen dat de toiletten worden voorzien van water en stroom. Ik ben blij daarmee. We gaan de volgende procedure doen. We hebben een grote vriend hier, die dan wordt belast met het beheer. En dan ga ik even contact met meneer Freuwa. Dan gaan we dan ook nog met de Oosterling even contacten voor het watergedeelte in orde te maken. En dan gaan we even contact opnemen met EBS of dienst elektrificatie. Om al een beetje stroom hier zo te leveren, zodat we dan het compleet hebben. Dus ik denk dat we binnen afzienbare tijd het compleet hebben. En dan kunnen we aan de slag. Daar is er dan een nette toilet. Dus dan hoop ik dat men niet meer daarvan gebruik maakt wat daar zo staat. Je mag het even filmen hoor, wat ja, daarbij. Ja. En dat men die bomen niet ziek maakt. Ja. En dat men het milieu niet vervuilt met dingen die daar buiten komen en in zicht zijn, terecht zijn gekomen. Maar dat men toch gebruik hiervan kan maken. En bovenal als de mensen van de buurt zelf ervoor zorgen dat het goed blijft. Want als je pot de sani en de man van buurt zegt ik tek de voet de toilet aan de sani, dat ik ook zeg aan die buurvrouw, dat buurvrouw zegt bijen, maar buurvrouw zegt je geskief bijen. Dus laten we hopen dat dat niet gebeurt. Alles districtscommissaris Mike Nerkus over de toilettengroep nabij de Weidenbosbrug. De toiletten zijn onlangs gerehabiliteerd en opgeleverd.